hebben het over je grote liefde gehad. Ja, Willem Breuken. Ja. En hij is gestorven. Jullie waren hoe lang bij elkaar? 20 jaar, Willem, denk ik. Ik geloof bijna 30 jaar of zo. Ja. Bijna 30 jaar. En dan is hij er niet meer. En praat je dan nog wel eens tegen hem? Ja, hij zit altijd nog wel hier mee te... Ja, en zegt hij daar dan nog wel eens iets tegen jou als hij hier is? Zegt hij dan nog wel eens iets van... heel vaak zo. Ja? Ja, maar dat was ook leuk dat hij... iedereen kent dat gebaar van hem, maar dat betekent niet dat hij je afwijst. Maar gewoon van, je maakt problemen waar het niet nodig is of zo, ja. Het kan ook liefkozend zijn natuurlijk. Ja. Je bent gek, maar ik ben toch dol op je. Dat kan ook liefkozend zijn. Ja, het kan, ja, precies, dat is het meer. Ja. Ja. Maar hij is nog steeds zo erg aanwezig. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ik heb nog wel verkering met hem. Hij is er alleen niet als ik thuis kom, nee. Nee. Die heb ik overigens van Loes Luca gepikt. Maar dat is wel een goede beschrijving hoe iets zit. Ik ben ook wel geneigd om überhaupt heel blij te zijn dat ik ooit één ware Jacob heb gehad. Waarvan ik echt denk van jeetje, heb ik toch mazzel dat ik die ben tegengekomen. Ja. En dan is het niet extra wrang dat je met 30 jaar bij elkaar bent. Ja, nee, dat is hartstikke knudden, ja. Ja. Ja, maar daar kunnen we niks tegen doen. Nee. Als ik het zo even moet samenvatten, de boodschap was toch wel vanuit verschillende hoeken aan jou gericht van blijf onafhankelijk. Probeer het zelf te redden. Ja. En je moeder moest dat natuurlijk ook doen. Ja. Die traditie heb je wel voortgezet. In de zin van... Volgens maar mij... geen kinderen aan wie ik dat weer kan voortzetten. Is het erg? Nee. Nee, want ik heb dat zelf gewild. Ik heb daar zelf voor gekozen. Dus er zit geen onpeilbaar verdriet achter dat ik het wilde en dat het niet kon. Ja. Ik heb nog wel eens zo'n miskraam gehad. Dus nee, niet een miskraam. Een abortus bedoel ik. Ik zei niks. Nee. Ook zo fijn dat dus kon. Dat is een beetje een impertinente vraag, hoor. Maar abortus, dat is toch wel heftig? Ja, maar als je geen geld hebt om een kind te kunnen verzorgen... Ja. En je bent zwanger geraakt, is het toch wel... Hoe hard was je toen? Verstandig. Ik zat op de toneelschool. Oh, toen gebeurde? Ja, maar ik had geen geld en zo. Ja. Was dat een wel overwogen besluit? Ja. Achteraf denk je niet van, dat had ik misschien... Nee, want en toneelspelen en een kind opvoeden. Nee, nou ja, dan was ik nu een moeder geweest. Wie was de boosdoener eigenlijk? De boosdoener? De aanstichter van... dat doe je natuurlijk samen. Van een zwangerschap. Of een zwangerschap. Ja, nou, ik weet wat dat een vriendin van mij zei. Van, je mag absoluut niet tegen de dokter zeggen dat je weet van wie het is. Oh. Want dan kan hij niet meer zorgen dat je abortus krijgt. Want het was nog niet helemaal dat echt mocht. Dus het was ook nog een beetje illegaal. Maar er was dus wel een kliniekje achter het Tropenmuseum. Ja. En dus dat mocht ik, dus daardoor ben ik dat eigenlijk ook vergeten, geloof ik. Nou, nee, maar dat ga ik nu niet zeggen. Nee, je hoeft het niet te zeggen. Ik weet niet eens of hij dat weet. Oh, je weet niet eens of hij het weet? Nee, ik heb dat niet overlegd. Nee. Nee, dat moeten we niet doen, nee. 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 Maar wij gaan genieten van jou deze hele maand. Bedankt voor het gesprek en bedankt dat je zo openhartig wilde zijn. En ik wens je heel veel succes. Ja, dank je wel. Ik vond het ook heel erg leuk. Ik ook. Dat schept toch een band. Hè? Ja, schept een band, heus. Echt waar. Ja. Wil je het hele gesprek met Olga luisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app. En volg ons ook op Facebook en Instagram.